Ik ga met jou een meditatie doen om ervoor te zorgen dat jij lekker even naar de kalmte in jezelf kan gaan. De kalmte die nodig is in een tijd van veel reuring, veel paniek, veel angst. En is het essentieel voor jou om de ingang naar jouw binnenwereld te nemen. In jouw binnenwereld waar je de kalmte, de liefde, het vertrouwen kan vinden. Dus ik ga je uitnodigen lekker te gaan zitten, je ogen te sluiten. En of je nu op de grond of op een meditatiekussentje of bankje zit, of gewoon in een stoel. Het is belangrijk dat je goed zit, prettig zit, goed ondersteund. En jij bent je heel goed bewust van de aanraking van je billen met jouw ondergrond. Je bent je bewust hoe jouw benen en jouw voeten geplaatst zijn. En je voelt ook in hoeverre de spierspanningen uit jouw benen, uit jouw voeten, zoveel mogelijk los zijn gelaten. Als jouw fundament in ontspanning is geplaatst, dan kun jij ook heel goed merken of je recht zit, recht in je rug, je hoofd ook goed rechtop staat. En als je zo in die mooie rechtheid kan zijn, dan voel eens hoe het voelt bij jou in jouw gezicht. Je ogen zijn gesloten. Het gebied van jouw derde oog, tussen de wenkbrauwen in, voel eens. Voelt dat vrij? Voelt het open? Voelt het nog wat gesloten? Ben het je alleen maar bewust hoe het voelt? Je hele neus, je mond, het hele gebied kun je zoveel mogelijk in kalmte, in zachtheid laten zijn. Je kaken, je kiezen. Zelfs de tong in je mond. Alles kan zoveel mogelijk ontspannen zijn. Heel bewust, via de versmalling van je keel en van je nek, voel je je schouders. En je bent je bewust dat die schouders misschien nog wel een stukje meer kunnen zakken. Door spanning te voelen die daar mogelijk zit. Je armen, je handen. Laat ze zoveel mogelijk vrij. En als je dan bewust wordt van jouw hele romp, jouw hele ribbengebied, het hele middenrifgebied, je buik, je onderrug. Grote ruimte. En toch als jij zo rechtop zit, kan het goed vrij zijn. Wanneer jouw lichaam ontspannen zit, is de kans groot dat ook jouw geest wat meer tot rust komt. Een ontspannen lichaam brengt een ontspannen geest. En besef als jij je heel veel verbindt met allerlei nieuwsfeiten over angstsituaties, dat jouw geest daarbij allesbehalve ontspannen kan blijven. En wordt jouw geest daarbij zo geprikkeld en wordt hij zo onrustig, dan gaat zich dat ook in jouw lichaam voelbaar worden. Als jij daar gevoelig voor bent, kijk eens of je wat meer met jezelf of in de natuur het contact kunt maken. In plaats van de verbinding maken met nieuws, met negativiteit, met angst. De verbinding maken met de natuur, de verbinding maken met jouw binnenwereld. Waarin de liefde, de kalmte, de rust, het vertrouwen voelbaar wordt en daarmee ook versterkt wordt. Je bent je dan ook heel bewust vanuit je stuit. Kun jij een denkbeeldige lijn zo laten zakken, door de lagen van de aarde heen,
En die lijn laat je lopen tot het hart van de aarde. In het hart van de aarde zit licht, zit liefde, warmte. En als jij je daarmee verbindt, verbind jij je met Moeder Aarde. En dat voelt vertrouwd, veilig. En zo kun jij ook vanuit je kruingebied een denkbeeldige lijn de kosmos insturen. En die ga jij koppelen, verbinden met een bron van licht boven, ergens in de kosmos. Waar jij je fijn bij voelt. Misschien is dat voor jou de zon of de maan. Of een ander hemellichaam. Of een andere bron van licht. Waar jij geloof en vertrouwen in hebt. En zo zit jij verbonden tussen de aarde onder je. En de kosmos boven je. Precies in het midden van jouw energetische lichaam zit jouw hartcentrum. En in jouw hartcentrum de plek van de liefde, de dankbaarheid, het vertrouwen. De plek van het weten of iets klopt of niet klopt. Als jij naar de stem van jouw hart kunt luisteren, dan weet jij wat voor jou de waarheid is. Dan weet jij wat wijsheid is om wel of niet te doen. De stem van je hoofd gaat vaak mee in wat er vanuit de buitenwereld komt en gezegd wordt. Het ligt onder je, het ligt boven je. Ligt in jou. Het is verbonden met elkaar nu en altijd. Ten alle tijden ben jij verbonden. Hoe hard men je ook in een soort van afgescheidenheid wil brengen. Je bent en blijft verbonden. En terwijl jij zo gevoed wordt en omringd wordt. Door al dat licht om jou heen, van boven, van onder, van binnenuit. Voel eens, zoals jij hier nu zit. De adem. De adem kan een ankerpunt zijn voor jou, om je op te richten. Of je nu zit, of ligt, of staat, of loopt, of beweegt. Er is altijd adem, zolang als dat jij hier op de aarde mag zijn. En je kunt de adem waarnemen bij je neus. Je kunt hem waarnemen in jouw longen. Misschien voel jij hem prettiger in het middenrif of bij je buik. Misschien voel jij de hele ademweg van neus naar buik als een fijne manier om je adem te voelen en te volgen. Kies dat wat voor jou werkt, waar jij je prettig bij voelt. En neem nu eens gewoon even de tijd en de ruimte om gewoon jouw adem te aanschouwen. Je hoeft hem niet te veranderen. Word je afgeleid door gedachten of geluiden, het mag er gewoon allemaal zijn. Dus concentreer je gewoon eens op jouw adem. Voel dat jij ademt.
wat jij voelt in je handen zoals ze liggen. Je beide handen, de houding van namaste. En plaats je duimen bij het borstbeen. Ogen kunnen gewoon lekker even gesloten blijven. Ik begroet het licht in jou. Ik begroet het licht in mij. Ik begroet het licht in de aarde, moeder aarde. Goed het licht in de kosmos. Op het moment dat jij zo in deze mooie houding zit en jij de kalmte voelt in jouw binnenwereld, kun je vanuit deze houding rustig aan je handen de lucht inbrengen en je voelt hoe ze voor je keel langs gaan. Voelt hoe ze voor je gezicht langs gaan. En zo gaan ze verder en verder de lucht in. Tot zover als dat jouw armen het aankunnen. En je handen gaan van elkaar uit, van elkaar los. En op het moment dat jouw handen boven zijn, draai je de handen met de palmen naar de kosmos, naar die mooie bron van licht boven jou. Als je een gezonde nek hebt, kantel je je hoofd lichtjes mee naar achteren. En zo reik je uit naar die kosmos, naar die bron van licht boven je. En laat je je helemaal opvullen via jouw handpalm met liefde, vertrouwen, met licht. Van al die helpers daarboven. Die ons allemaal hier op aarde nu, in deze tijd, helpen. Als je je hoofd rustig terugbrengt, gaan jouw beide armen zijwaarts, richting de aarde. En je volgt die beide handen, je volgt de stand van je hoofd, kantelt misschien een beetje mee naar voren, zodat je je uiteindelijk naar de aarde gaat richten. En zo leg je je handen de aarde en zit je wat hoger, dan leg je de handen op je benen. Moeder aarde. Ze geeft jou via jouw handpalmen licht, vertrouwen en liefde. En door jouw liefdevolle aanraking ontvangt zij jouw liefde. Als jij dan je handen draait met je palmen weer naar de kosmos, ga je de beide armen zijwaarts rustig nog een keer omhoog brengen. Hoofd kantelt weer mee naar achteren. Je groet, je dankt boven de kosmos. En als je boven bent, gaan de armen zijwaarts weer terug naar de aarde. Kantel je je hoofd weer wat meer mee naar voren. Groet en dank je moeder aarde. Voor alles wat ze voor jou en alle wezens hier op aarde doet. En breng je daarna je handen terug naar je benen en zet je je hoofd recht op. En voel. Hoe jij hier nu zit. Wanneer het licht in jou, het vertrouwen in jou, de liefde in jou sterk is, is dat wat jij uitzendt naar buiten, licht, liefde en vertrouwen. En dan komt dat ook naar jou toe. Straal jij angst en onzekerheid uit, dan is dat wat je naar je toe kan trekken.
Blijf in het vertrouwen, blijf in het licht. Laat jouw licht aan en houd het aan. Zo begin je bewust je vingers weer een beetje te bewegen. Als je het fijn vindt, dan rek je je lichaam lekker even uit. Misschien moet je gapen. Dan is het misschien ook fijn voor je rug om even een mooie buiging te maken. Dankjewel voor het luisteren.